Kijk eens, nog even een stukje van de video. Jullie hebben net een paar mooie shots gezien en hoe je de bus in elkaar kan zetten. Ik heb dat opgenomen onder mijn stream. Nog eventjes een paar dingen wat je met deze busmod kan doen. Als je zo in je interieur zit, dan kan je door middel van je muis, kun je zo hoppakee, kun je verder draaien. Zo, en dan zit je zeg maar hier. En dan is dit zeg maar je beeld. En het stuur, je ziet alles gewoon mooi draaien. Ja, et cetera, klokjes, ze hebben overal nagedacht. Echt, de makers van deze mod hebben echt hun best gedaan, dat kun je zien. Ook hoe het exterieur eruit ziet, oftewel de buitenkant, ziet er hartstikke mooi uit. Ik ken deze bus zelf niet. Het bedrijf waar wij de schoolbussen van hebben, of waar de schoolbussen van gehuurd worden, die hebben twee Cetra's, alleen dat is niet met dubbele as achter. Dat betekent gewoon dat, zeg maar, hoppakee, dit stuk, de wiel zit hier, deur zit hier. En dat is gewoon een normale bus, net zoals een stadsbus. Maar kijkers, vergeet helemaal niet te liken, en wanneer je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je allemaal gaaf bij de volgende video. De link van de busmod staat in de beschrijving. Dus allemaal graag tot de volgende keer. Laters.